Wij gaan op buitenrit. Dan kom me helpen met uitmesten. De weekvlog begon met super mooi weer en nu met regen. Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog, denk ik. Wij gaan op buitenrit. Zondag. Ik ben met Lotte en Honkie. En daarachter staat Piero. En we zijn weer op de Vlietlanden. Want dat is lekker dichtbij en het is een mooi rondje. Ik heb de auto mee van de Lotte, haar vader. En we hebben ze net gepoetst, dus we gaan nu opzadelen. En dan gaan we een lekker ritje rijden. Toch, Lot? Ja, en we waren bijna mijn single vergeten. Ja. Dan had ze zonder zadel gemoeten. Oh, dat had ik ook wel gedaan, hè? Denk ik. Wij gaan even opzadelen. Wij zijn lekker onderweg. Lotte en Honkie zijn achter mij. En hier Piero, die er super veel zin in heeft. En de vorige keer dat we hier bij de Vlietlanden waren, toen waren we natuurlijk met vier paarden. En toen durfde Piero eigenlijk niet zo goed alleen over de brug heen. Maar nu deed hij dat super goed. En Honkie ook daarachter. Dus dat gaat al veel beter dan de vorige keer. Dus dat is leuk. Wij gaan nu lekker rijden en we zien jullie weer aan het einde van de rit. Wij zijn weer terug op stal. Ik zit nu even in de auto. De trailer is nog hier. Lotte heeft Jero naar de wei gebracht. Toen heb ik de trailer schoongemaakt. Toen kwam ze weer terug hierheen. Toen heeft ze eten gepakt voor de paarden. Heb ik de auto uitgeruimd met Jero's spullen. En straks gaan we dan weer naar Honkie. Die hebben we daar eerst gebracht. Maar de spullen liggen nog in de auto. Omdat Jero best ongeduldig kan worden in de trailer. Dus wilden we weer snel weg. Dus die spullen liggen er nog. En dan kunnen we Honkie nog even... kijken of die op de wei kan. Wat waarschijnlijk wel kan. En dan spullen wegbrengen. En dan gaan we weer naar huis. Dus dan zit deze dag erop. Ik ben op stal in de wei. Het is vandaag dinsdag en het was zo'n hete dag dat ik gewoon lekker 's avonds ben gegaan om 8 uur. En de paardjes eten geven, water vullen, water bakken, want die waren zo goed als leeg. En daar ergens bij Don staat de kruiwagen om uit te mesten. En ze hebben vandaag lekker vrij. Jero ook.
Dus dat is eigenlijk wat ik vandaag ga doen bij de paarden. Niet zoveel dus. En dan woensdag gaat Lotte weer en dan donderdag ben ik er weer. Dan komt me helpen met uitmesten. Ik sta dus naar Jero helemaal achter in het land. Dit is blijkbaar een poepplek. Hé, jongens? Komen jullie gezellig helpen? Paardje lekker op de wei. Ik heb een hele kruim volgeschept uit de wei. En nu, ik had net op een stuk water gevuld. Maar ik wil even zeg maar het maximale. Want vandaag hebben ze dus alles opgedronken. Ik wist niet, ik weet niet hoe vol ze zaten vanochtend. Maar we kregen deze avond, eerder op de avond kregen we een appje dat ze leeg waren. Zoveel mogelijk dat we lekker kunnen drinken, want dat is wel goed met dit warme weer. Hallo allemaal, ik zit op Jero en we hebben net gereden. Ik ben nu klaar. Ik ben hier alleen, dus ik kon niks van het rijden aan jullie laten zien, omdat het ook elk moment zeg maar een bui kan vallen. Dus daarom heb ik ook mooi mijn regenjas aan. En hij was in het begin wel fris. Ja, nog steeds wel een beetje, maar hij, ik ben ook een beetje buiten adem. Hij ging net in een galop, schrok die. Dus hij maakte twee gekke sprongetjes. En we zijn nu lekker aan het uitstappen. Straks gaat hij weer de wei in. En dan ga ik de wei uitmesten en ze voeren. Water weer aanvullen. Zoals ik dinsdag ook allemaal heb gedaan. Er zat nu alleen wel meer water in dan dinsdag. Hij was aan het einde wel lekker ontspannen. Dus ik heb lekker gereden. Hij was ook gewoon braaf. Hij reageerde op alle hulp in één keer. Het gaat nu weer spetteren. Dus ik doe jullie zo weer weg. En dan gaan wij nog even lekker uitstappen. Ik ben met Jero en het eten en de kruiwagen weer naar de wei. Naar Donnie gegaan. Dus we hebben nu allebei lekker eten. Lekker aan het eten. Donnie is ook lekker vies. Kijk. Lekker allemaal modder. Dat Jero ook, maar ze waren al droog. Dus toen kon ik het eraf halen. En deze bak ga ik nog even vullen. En dan ga ik naar achteren met de lamp uitrusten. Mijn haren zijn lekker nat. Want ik weet niet of je het kan zien. Hier zit een natte plek. Bij de lat. Een paar drollen. Hopen. Ging het in een keer te regenen. Maar het was maar goed dat ik mijn regenjas in ieder geval aan had. En ik ga hem ook in de kast laten denken voor een andere keer. Dat was weer mijn dag op stal. En ik ga bij deze ook deze week vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Niet heel veel spannende dingen gebeurd, maar wel lekker op buitenrit geweest. De weekvlog begon met super mooi weer en nu met regen. Maar ja, dat is Nederland hè. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden en dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doeg! Thank you.